Beste Oemema, wat een prachtig uitzicht hebben wij over deze mooie stad. Beneden gebeurt alles waarover wij in ons boek hebben geschreven. En hoe pittoresk ziet het er van zo hoog uit. Door alles wat wij met elkaar hebben gedeeld in overmuren heen, weten wij onderhand dat wat wij vanaf hier zien niet de waarheid is. Hier zien we geen tegenstellingen, geen hechte vriendschappen, geen spanningen en ook geen rust en kalmte. Dat speelt zich allemaal ver van ons af, helemaal beneden. In dat beneden zijn wij met elkaar in gesprek gegaan. Dat ging over heel veel dingen. Over jouw leven, over mijn leven, over de geschiedenis van jouw grootouders en over de geschiedenis van mijn grootouders. Dat ging over wat dicht bij jou is en wat dicht bij mij is. Over de bedevaart, over moslim of jood zijn in Nederland. Maar ook over ingewikkelde dingen zoals, om er iets te noemen, het feminisme. Over deze onderwerpen hebben we met elkaar gediscussieerd. Maar we zijn er, net als bij de andere zaken, nog lang niet over uitgepraat. Onze briefwisseling is een kennismaking. Een diepere discussie kan pas na deze kennismaking echt volgen. Oemema, er ligt nog heel wat werk voor ons te doen. Beste Lori, het uitzicht is hier inderdaad adembenemend. Wij zitten hier zo hoog, het lijkt wel of we een compleet overzicht hebben over de hele stad. Dat is ook een beetje hoe mensen normaal gesproken praten over de maatschappij en de problemen die zich hierin afspelen. Ze bespreken wat er gebeurt, vanaf boven, vanaf het oppervlak. In onze briefwisseling echter hebben wij dat totaal anders aangepakt. Wij staan daar, beneden. We staan met beide benen midden in de maatschappij en schrijven juist vanuit daar over van alles en nog wat. Ons boek is inmiddels tot een prachtig eind gekomen. Maar valt het wel een eind te noemen als het gesprek zo waardevol is? We hebben gesproken over verschillen en overeenkomsten, over hoogte- en dieptepunten, over kritiek en begrip, Marokkanen en Nederlanders, over Palestina en Israël. We hebben over de muur gekeken en zijn er daarbij achtergekomen dat we meer gemeen hebben dan we dachten. Ons eerste waardevolle gesprek is hierbij afgerond. En ik kijk uit naar deel 2 van ons gesprek.